Holland Outlet Mall in Soetereer komt er definitief niet. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders uit de stad hebben de komst van het outletcentrum afgeblazen, meldt Omroep West. Het winkelcentrum had maximaal 31.000 vierkante meter moeten worden. Punt door vertragingen was het volgens projectontwikkelaar Provast niet meer mogelijk om van het project een succes te maken. Provast besloot zich daarom terug te trekken. Punt de coalitiepartijen uit Soetereer zien ook geen brood meer in het outletcentrum. Volgens VVD-wethouder Mark Rozier er is sinds januari 430.000 euro uitgegeven aan de ontwikkeling van het winkelcentrum.